Mijn naam is Luc Thomas en welkom bij de VEB Divisie. De competitie waarin ik elke week langs ga bij een club uit de gemeente Breda. Hier krijgt één speler 10 kansen om het lat te raken. Elke rake poging krijgt een punt. Voor elke mislukte poging volgt een pikante vraag. Aan het eind van het seizoen, wanneer alle clubs zijn langs geweest, krijgt de winnaar een gratis paar voetbalschoenen van Soccer Fanshop. Het is vandaag de beurt aan... Hey, ik ben Zakaria Zerouali, rechtsbuiten van Gewit en ik ga er denk ik minstens drie op de lat schieten. Oké, mag beginnen. Verstandig. Ja, aardig. 4, ben je tevreden? Jawel man, best wel beter. Oké, dan komen nu 6 vragen. Ik hoop dat je goed hebt voorbereid. In jullie team hebben jullie veel technisch begaafde spelers. Maar wie van GroenWit heeft de slechtste techniek? Ibrahim Aydin, a.k.a. Ja? Ibo, ja man. Struikelt hij regelmatig over de bal? Soms met de aannames. Hij weet het zelf wel. Oké, even kijken, er zitten natuurlijk 3 van de familie Zerouali in het team. Wie heeft de meeste potentie? Potentie in de woord van. Wie kan de beste Zerouali worden? Ja, ik denk dat Mohsin de beste Zerouali is, maar als ik goed mijn best doe, dan kom ik wel denk ik op zijn niveau. En ga je goed je best doen? Ja, zeker. Oké. Okay. Goeie woorden voor de trainer. Even kijken, ik heb... Wie zou er bij deelname aan de VEB-divisie stijf onderaan eindigen? Ibrahim Aydin. Alweer? Alweer. Oké. Een stelling. Groen-wit is goed genoeg voor de tweede klasse. Jawel. Ja? Ja, dat moet wel lukken. Middenmotor sowieso. Gaat het dit jaar nog lukken? Ik hoop het wel. Met een beetje geluk aan onze kant, dan denk ik wel dat het gaat lukken. Oké. Wat is het raarste wat je ooit zelf hebt gezegd of wat je gehoord hebt in het voetbalveld? Ik weet het echt niet. Ik zou het echt niet weten, man. Nee, word je niet eens langs de lijn... Ja. Nee man, ik luister daar niet zoveel naar man. Nee? Nee, na de wedstrijd hoor ik wel dat er iets is gezegd, maar ik let daar niet in de wedstrijd op. Of iets van dat je een keer een hoge tackle hebt gekregen ofzo? Ja, de hoge tackles heb ik genoeg gekregen. Ja? Dat is, vooral met mijn snelheid, dan tik je één keer een beetje de bal naar voren en dan krijg je die zo van achter. Ja, dat is zat geweest. Oké, als je in een volgend leven zou terugkeren, maar je mag niet zelf voetballen, wat zou je dan kiezen? Materiaalman of grensrechter? Ik denk materiaalman, man. Ja? Ja, man. Heb je... Waarom? Ik weet niet, man. Grens krijg je soms shit om je heen en zo, maar materiaalman is gewoon rustig zijn ding en zo. En, beste materiaalman, man. Oké. Ja, dat was hem, jongen. Wat vond je ervan? Ja, het ging goed. Het virus is stabiel, maar ging lekker. Nou, succes met trainen. Dank je wel. Lekker.